Leerplichtambtenaar Gert van den Berg gaat vanmorgen langs alle gezinnen waarvan de kinderen niet op school zijn verschenen. Vanmiddag begint op de Noordwest-Veluwe de vakantie en de laatste jaren nemen steeds meer ouders hun kinderen een dag eerder mee op reis. Het neemt hand over hand toe en de een die gaat één dag en de ander die gaat twee dagen. En dan missen de leerlingen wel inderdaad een hoop les. Deze juf van groep 8 op de Parel in Hierde is blij dat de leerplichtambtenaren er streng op toezien dat de kinderen ook vandaag nog in de klas zitten. Er zijn ook ouders die zeggen, ach joh, zo'n laatste dag doen ze toch niks meer. Nou, zoals u ziet zijn we nog hartstikke druk bezig, dus zeker doen we nogal wat. Dus dat, nee, ouders, dat klopt niet. Maar de buurvrouw van een gezin dat vannacht al op wintersport is gegaan, vindt het allemaal nogal overdreven. Omdat het de eerste keer is. Het kind is 6 jaar. Is dit nou zo'n vreselijk vergrijp? Toch krijgen de leerplichtambtenaren over het algemeen positieve reacties. Ze zeggen van nou, het is wel goed dat het gecontroleerd wordt, want wij houden ons netjes aan de wet. En andere mensen houden zich niet aan de wet, dus die moeten ook dan maar inderdaad daarvoor gestraft worden.